Jullie bekeken daarnet een werk van Dirk Braakman. Zijn werken zien er altijd een beetje abstract en mysterieus uit. Enkele onderwerpen die terugkeren in zijn werken zijn gordijnen, lege hoeken, muren en lege hotelkamers. Het heeft een trieste en donkere sfeer door de donkere grijstinten. De beelden zelf hebben nog geen achterliggend verhaal. In deze workshop geef jij een verhaal aan dit beeld. Denk eerst na over een aantal zaken en noteer deze al in een brainstorm. Welke emoties zie je in dit werk? Is deze kamer al lang verlaten? Waarom wel? Of waarom juist niet? Komt er straks nog iemand? Wil het werk iets vertellen wat er net gebeurd is? Of is het een verhaal van lang geleden? In welke tijd zitten we juist? En wie heeft deze foto gemaakt? Met welke reden? Klaar met brainstormen? Duid dan al je beste ideeën aan in een kleur. Daarna ga je je verhaal uitschrijven. Dat kan in je bundel, maar je mag dat ook doen in je Chromebook bij Google Classroom. Je schrijft het verhaal alsof het kunstwerk zelf kon praten. De vragen in je cursus kunnen je helpen om het verhaal verder te schrijven. Zorg voor een duidelijke opbouw. Ga niet direct naar de clue van je verhaal, maar bouw het langzaam op. Geef niet onmiddellijk alle info prijs. Op deze manier hou je nog spanning in het verhaal.